welkom bij weer een gloednieuwe editie van de Zoveelste Quiz. Na heel veel aanvragen is er dan eindelijk hier de quiz over Suzanne en Freek. Wil je geen enkele quiz meer missen, druk dan snel op de abonneerknop hier beneden. En dan gaan we nu door naar de uitleg. Er komen in deze quiz 15 vragen over Suzanne en Freek voorbij. De antwoorden komen meteen na iedere vraag. Probeer zoveel mogelijk goed te hebben en deel je score in de reacties. Of speel deze quiz met vrienden en neem het tegen elkaar op. Antwoorden opzoeken is natuurlijk niet leuk en ook helemaal niet eerlijk. Wil ik alleen nog maar zeggen, heel erg veel succes. En dan gaan we meteen door naar vraag nummer 1. Wat zijn de achternamen van Suzanne en Freek? Dat zijn Suzanne Stortelder en Freek Rikkerink. Dan vraag 2. Wat is de titel van dit liedje? Maar we waren toch goud. Zeg me wel dat ik jou nooit vergeten kan. Nu ineens ben je weg. Maar het voelt nog niet echt alsof ik dit kan. Denk je dat het makkelijk is of zo? Je spookt door mijn hoofd. Omdat ik nog steeds in ons geloof. Yes, en de titel heet Goud. Dan vraag 3. Door welke cover van welke artiesten gingen Suzanne en Freek in 2016 wereldwijd viraal? Dat is dus Don't Let Me Down van The Chainsmokers en Daya. Dan vraag 4. Hoeveel weken deed hun single Als het avond is erover om op nummer 1 te komen in de top 40? Is dat A 4 weken, B 8 weken, C 13 weken of D 17 weken? En het antwoord is D, 17 weken. Dan vraag 5. Waar of niet waar? Het eerste album, Gedeeld door ons, werd uitgebracht in Nederland en Vlaanderen. En dit is helemaal waar. Dan vraag 6. Wat is de titel en van welke artiest is deze cover? Your beauty is beyond compare. With flaming locks of auburn hair. With ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. Nou, en het antwoord is Jolene van Dolly Parton. Dan vraag 7. In welk jaar deden Suzanne en Freek mee aan Beste Zangers? Is het A 2018, B 2019, C 2020 of D 2021? En het antwoord is C 2020. Dan vraag 8. Wie zie je hier een nummer van Suzanne Freek zingen in het Engels en wat is de originele titel? No more rain, no more thunder. When the sky is falling down, I'll be here to keep you safe. No more rain, no more thunder.
thunder. Let us dance until the morning. Dance the pain away. Dit is Wolf met Blauwe Dag. Dan vraag 9. In welk jaar stonden Suzanne en Freek voor het eerst in de line-up van Vrienden van Amstel Live? Was het A 2018, B 2019, C 2020 of D 2021? Dit was C 2020. Dan vraag 10. Welke titel hoort bij de vertraagde versie die je nu hoort? Komt-ie! Dus onderweg naar later. Dan vraag 11. Wat is de hoogst behaalde positie van een nummer als het avond is in de Vlaamse Ultra Top 50? Is het A eerste, B vierde, C zevende of D achtste? En het antwoord is B, vierde. Dan vraag 12. Wat is de titel en van welke artiest is deze cover? Give me love, don't take it away from me. Cause you and I can live in perfect harmony. Oh baby, oh baby. En het antwoord is de Dolly Dots met Love Me Just A Little Bit More. Dan vraag 13. In welke stad ging Freek voor Suzanne op de knieën en vroeg haar dus ten huwelijk? Dit was in Berlijn. Dan vraag 14. Welk liedje is hier naar het Engels vertaald? Lees hem zelf even. Ik kan niet zo heel goed Engels om dit helemaal op te gaan lezen. Dus heel veel succes! Zijn we er klaar voor? Dit is de overkant. Dan de laatste vraag, vraag 15. Welk liedje is hier omgedraaid en hoor je dus achterstevoren? Zo naar het antwoord gaan, hier komt ie. Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. Weg van jou dus.
Dames en heren, jongens en meisjes, heel erg bedankt voor het meespelen. Vergeet niet even op dat duimpje omhoog te klikken als je de quiz leuk vond of als je graag een nieuwe editie ziet komen. Laat je scoren achter in de reacties en abonneer voor meer quizzen. Zie ik jullie graag een volgende keer. Bye bye.